Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. We zijn vandaag in Burgers' Zoo en dat is best wel gek, want de dierentuinen zijn eigenlijk gesloten voor mensen. Wij zijn hier nu en we gaan eens eventjes op speurtocht om te kijken wat voor super vette dieren we hier allemaal gaan vinden. Dus ben je benieuwd? Dan moet je blijven kijken. We gaan dus op speurtocht en daar heb ik jullie hulp bij nodig. Dus pak een pen en papier en schrijf mee, want we gaan eens eventjes zoeken wat voor dieren we hier allemaal gaan tegenkomen. Normaal loopt het hier helemaal vol met mensen en dan gaan de dieren natuurlijk wat verder naar achter, kan je ze niet zo goed zien. Nu is er niemand, komen ze wat meer naar voren en ik ga eens eventjes kijken hoeveel dieren ik kan vinden en hoeveel dieren jullie kunnen herkennen. Dus ga maar mee, pak pen en papier en schrijf goed mee welke dieren je herkent. De dieren die hier zitten komen natuurlijk uit de bush en in de jungle ook echt. En die hebben natuurlijk zichzelf heel goed gecamoufleerd, dus we moeten goed tussen de bladeren kijken. Tussen het mos, op de bomen. Ze hebben goede schutkleuren. Je ziet ze niet zomaar. Wat ik heel vaak doe als ik aan het duiken ben onder water. Als je snel kijkt zie je het niet, maar dan moet je gewoon even focussen op één punt. Goed kijken en dan ineens vallen in één keer allemaal dingen op. Dus ik ga eens even kijken of ik hier wat kan zien. Er zitten veel schelplekken. Oh, kijk daar. Kijk. Moet je kijken. Weten jullie wat dit is? Ze kunnen dus ook op alle niveaus zitten. Boven, midden, beneden. Dus een beetje beneden scannen, midden en ook boven. Hier zijn we wel eens een keertje eerder geweest. Deze moeten jullie herkennen. Hij ligt nu te slapen, want het is een nachtdier. Maar weten jullie nog wat voor dier dit is? Ik ga één tip geven. Hij lijkt een beetje... Hij heeft iets weg van een varken. En ik vind ook van een haas. Je hoort ook superveel geluiden. Ze komen van alle kanten en dan kijk je naar en dan stopt het geluid. Het is echt heel irritant. Zo, die is glad. Wat is dit? Het is geen duif. We zijn nu naar boven aan het lopen, het wordt hier ook steeds warmer. Ik heb het gevoel alsof we hier meer dingen zoals vogels gaan zien en zo. We zitten natuurlijk in de boomtoppen en ik zag net al wat vliegen van top naar top. Gaan we eens eventjes vogels spotten. Hopelijk. Kijk daar, kijk daar. Kijk, dit is degene die ik zocht, die dat geluid maakt. Hoor je dat? Hoor je dat? Weet jullie wat voor vogel dit is? Blauw verendek met zwart en een rood oogje. Oh, kijk daar, kijk daar. Net zagen we een vogel in de lucht, maar dit zijn twee vogelsoorten en die lopen over de grond. We doen ook niet iedere vogels. Ze zijn met z'n tweeën, de een is blauw, de ander is groen. Ik denk dat het een mannetje en een vrouwtje soort is. Dat zie je vaak bij vogels. Dat de ene mooier is gekleurd dan de ander. Vaak is de mooiere het mannetje. Weten jullie wat voor vogelsoort dat is? Hij loopt dus over de grond. Ik heb hem niet zien vliegen. Kijk daar. Zie dat rode? Lijkt een beetje op een flamingo, maar hij is veel roder. Andere soort snuit, kortere poten en hij zit dus in de bomen. Weet jullie wat voor vogel dat is? Ik hoor hier de hele tijd een piepend geluid en het klinkt niet als een fluit van een vogel, maar een soort zoogdier. Komt hij uit de bosjes, dus even kijken of ik hier wat kan vinden. Deze moeten jullie als het goed is ook herkennen, want hier heb ik ook eens een keer een video over gemaakt. Hoor je dat geluid?
heel herkenbaar voor de puntje, 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 puntje. Kijk. Een soort paradijsvogel, een soort pauw. Helemaal blauw, groot. Gekke hanenkam en een rood oog. Maar wat is het nou? Hier zit weer zo'nzelfde soort hagedisje als die we helemaal aan het begin zagen. Weet u wel welke hagedis dit is? Hij is groen, een beetje donkerbruine staart en een beetje oranje vlekken bij zijn gezicht. Zo, moet je kijken! Wat is dat dan? Het is een soort gigantische cavia. Hoe heet dit? Zo. Kijk, deze grote. Dit is de grootste die ik hier heb gezien. Oh. Zwart helemaal. Gele nek. Een gele snavel. Met erbovenop nog oranje-roodachtige knots, als ik het goed zeg. En achter een soort roze pluimen. Rode pluimen uit zijn staart. En best wel een groot oog. Moet je daar kijken. Geen vogel, hij hangt hoog in de boom. Moet je kijken. Weten jullie wat dat is? Zwart, zwarte vleugels, bruin lichaam. Er zijn niet heel veel dieren die ondersteboven hangen in de boom. Lekker briesje even van die waterval. Snik heet hier. Oké, jongens, dat was hem dan voor de speurtocht. Super veel verschillende gave dieren gezien. Ik hoop dat jullie mee hebben geschreven en dat jullie een beetje dingen hebben herkend. Weet je wat je nou moet doen? Je moet nu jouw lijstje even op de computer schrijven. En laat het weten in de comments welke dieren je allemaal hebben herkend. Ik check de comments. En als er iemand is die ze allemaal goed heeft, laat ik het aan jullie weten. Oké, jongens, vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Later!